In deze video. Oké. Maar met wie ga je dan trouwen? Nou. Eén like is één oké. Like. Oké. Hey. Ik heb wel gezien om me vandaag een beetje te gaan winkelen. Winkelen? Gewoon een beetje lang, gewoon een hele dag lang. Een hele dag? Ja, gewoon. We hebben toch niet veel te doen vandaag. Niet een halve? Tot de avond of zo. Oké. En misschien daarna iets gaan drinken? In de meidenclub? Meidenclub. Meidenclub. Allemaal meisjes. Geen jongens, gewoon meisjes. Dat zijn we toch? Besties. Oké. Kunnen we misschien dan een selfieboot inhuren en aan selfies gaan maken? Ik moet eigenlijk nog een stukje... Ja, goed. Oké, heb ik ook zin in. Laten we beginnen. Oké. Naar de winkel. Jij bent zo klein, hè? Nou, ik ben iets kleiner dan jou. Maar je bent zo klein. En ik vind dat jij een privétrein nodig hebt. Een privétrein. Hebben we dat geregeld? Helemaal voor jou alleen. Dus alleen jij kan erin. Privé, met open dakje. Alles. Helemaal voor mij alleen? Ja, gaan we er naartoe lopen? Oké. Eventually. Ik dacht wel iets anders toen je zei privétrein. Is dat mooi? Waar stoppen we? De volgende halte. Welk station is dat? De volgende. Oké. Ik wil dit niet. Dat was een avontuur in de trein. Mm-hmm. Wat je zo goed hebt gedaan, vind ik persoonlijk dat jij vanavond eten mag kiezen. Oké. Dus we gaan nu boodschappen doen. Oké. En jij mag dus kiezen wat wij vanavond gaan eten. Oké. Alles. Oké. Jop, vul het mandje maar op. Oké. Ik ga even naar de andere kant. Oké. Dus ik mag bepalen wat er vanavond gegeten gaat worden. Ik heb nog niet echt een idee van wat dat moet zijn, maar... Wacht even. Ik bepaal. Oké. En ik heb al een idee. Oké. Yes. Wat is het geworden? Nou, ik dacht aan een spaghetti. Oh, lekker spaghetti. Ja, spaghetti gemaakt van Nutella met Nutella saus en stukjes Nutella met Nutella als toetje en Nutella limonade met Nutella. Jij kiest geen eten meer. Oké. Wacht nou even, wat is er? Wat doe je? Sale, Job. Wat? Sale. Oké. Laten we even naar binnen gaan. Dit is meidenkleding, Job. Eigenlijk, jong. Oké. Nou, tje. Sil, jij naar binnen. Jij gaat ook mee naar binnen. Oké. Ik ben Soraya, dus letterlijk al gewoon 30 minuten kwijt. En ik weet niet waar ze is en ik weet niet wat ik moet doen. Oké. Weet je, Soraya kan op elke plek zijn, maar meestal... Soraya? Wat doe je? IJsje. Oké. Jij IJsje voor mij? Ik IJsje voor jou. Mm-hmm. Jij IJsje voor mij? Jij IJsje voor mij? Oké. Nu? Oké. Ik wil ook een ijsje. Maar ik mag alleen maar oké zeggen. Hey, met een beetje extra disco dip, hè? Wat? Disco dip? Ja. Oké. Hoe snel ging dat? Job, wat is er nu mooier dan een ijsje met disco dip? Een ijsje met disco dip delen met mij? Nee, alleen opeten. Maar, oké. Eén hapje? Nee. Oké. Ik gaf Job even mijn ijsje, want ik moet mijn veter strikken. En nu zijn we weggelopen en ik ga hem dus waarschijnlijk nooit meer terugvinden. Zo'n lekker ijsje. Job? Wat ben je aan het doen? Pauw. Dat is mijn ijsje. Oké. Geef hem terug. Ik heb geen hap genomen. Jawel. Hij smelt. Ja. Nee, Job. Hij smelt. Dat ijsje was lekker. Nou goed, omdat je de oké-challenge best goed volhoudt op dit moment, krijg je van mij 2 euro. Iets mee kopen wat jij leuk vindt. Oké. Ik heb het gevonden. Voor 2 euro een scheetpen. Let op. Joppie. Oh, hey. Zou ik even die 2 euro mogen lenen? Hoezo? Omdat ook iets heb gevonden. Een ponyballon. Ja, met een echte unicorn. Deze kost 2 euro. Deze ook. De 2 euro die jij mij gaf, ja, voor mezelf. Maar hij is ook van mij eigenlijk. Wat wil je vragen nu dan? Mag ik deze kopen met 2 euro? Oké. Dankjewel. Scheetpen. Ooit gaan we samen zijn. We wachten nog even. Ik heb besloten om alvast naar buiten te lopen, want Soraya die is haar ballon aan het afrekenen. Dus ja, ik weet niet wat ik verder nog ga doen, maar...
Oké. Jup, zonnebrillen. Soraya is een beetje aan het rondkijken. En dit is het uitgerekende moment voor mij om een zonnebrilletje uit te kiezen. Ik ben heel benieuwd welke het moet worden. We hebben... Mag ik anders een zonnebril uitkiezen? Voor mij? Mm-hmm. Oké. Eventually. En Jop? Wat vind je van je nieuwe bril? Nou, ik denk niet dat deze bedoeld is tegen de zon, maar voor wanneer je op de zon woont. Soraya, de wereld ziet er anders uit. Ik zie een koe met een camera. Moe. Mooi, hè? Heel mooi. Explosief. Hoor je wat die vrouw zei? Ik heb chance. En daarom vind ik het fijn om tegen onzichtbare personen te praten. Ze zeggen namelijk niks terug. Oh, hey. Omdat je net zo aardig was. Mijn koe met de camera. Goeie. Heb ik weer iets geregeld voor jou? Oh, wat dan? Een mooi, prachtig, groot, de enigste paardje. Voor jou alleen. Maar wacht even, het is toch niet hetzelfde als met die trein? Dat ik dacht trein... Wow. Nee, ik heb het nu echt goed geregeld. Dat is groot. Mm-hmm. Dat is mega. Het blinkt. Gaan we nu? Mm-hmm. Oké. Hoor je dat? Ja. Oké. Job? Ja? Ik wil dat je vandaag een paspop bent. Oké. Ik ben ontslagen. Na zo'n lange dag met zonnebrillen, nep paarden en nep treinen, is het tijd voor lekkere fruitdrank. Wacht. Wat ben jij hier? Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik hou ook van smoothies en fruit. Oké. Zou jij heel misschien willen wisselen? Oké. Ah, lekker. Lekker smoothie. Maar SpongeBob zit in het water, dus water is gewoon cool, hoor. Jongens, even nieuwe stoere outfit uitkiezen voor mezelf, mannelijk. Job, foute maat, kom. Oké. Hier. Little but loud. Je bedoelt dat ik klein, maar luidruchtig ben. Vind je dat? Je vindt het toch? Nu gaat hij mee ook. Job? Hij past niet helemaal. Maar wel beter dan de grote. Oké. Ah, Job. Dat betekent, je laat me smelten. Ja, jij laat mij smelten. Oh. Laat ik jou ook smelten? Nee. Smelt voor me. Oké. En vandaar dat ik een relatie wil. Hey, met een dwel. Oh, hey. Gaan we lekker kussen? Kussen? Mm-hmm. Ja? Oh. Kussen? Ja. Mm-hmm. Kussen? Ja. Oké. Kussen. Denk jezelf. Het is lunchtijd en Soraya is de lunch aan het halen. Ik ben zo benieuwd wat we gaan eten. Oké, ze kan er elk moment zijn. Ik weet niet wat het gaat... Daar is ze. Oh. Dit is zo lekker, Job. Ik zie een burger en patatjes. Oh, fantastisch. Je wil natuurlijk ook een burger en frietjes, toch? Oké, tuurlijk wil ik een burger en frietjes. Ik ben zo terug. Geef me een minuutje. Een minuutje, tuurlijk. Ze gaat ook voor mij een burger met frietjes halen. Deze oké-challenge is toch zo erg nog niet. Oké, jongens, het kan er elk moment zijn. Ik ben super benieuwd of ik het lekker ga... Alsjeblieft. Soraya. Maar dit kan ik toch helemaal niet eten? Maar dat vroeg je niet. Dat vroeg ik niet. Het is een burger en friet. Het is inderdaad een burger en friet, maar een burger en... Je hebt die jouwe. En daar ga je lekker van eten, hè? Oké. Hoe lekker. Niet met je mond vol praten. Eventually. Soraya is even op het toilet. En ik moet overal oké opzeggen. Editing. Wil jij stiekem een patatje van Soraya meesnoepen? Oké. Oké. Ik weet niet wat er is gebeurd. Misschien is Soraya opgegeten door het toilet. Ik ben een beetje doorgeschoten. Een klein beetje, maar. Ach, zal ze vast niet erg vinden. Toch? Nou, ik denk dat ze dat niet leuk vindt, Job. Maar het is jouw schuld, Stem. Ik heb er niks mee te maken. Doei. Eventually. Dat was een heerlijke lunch. Soraya is nog steeds niet terug, dus misschien heeft ze al wel wat anders gevonden om te eten. Er is vast niks aan de... Nee, daar komt ze, jongens, daar komt ze. Kan ik niet, Oké, weet je, ik vraag gewoon hoe het op het toilet was. Hoe was het op het toilet?
Oh, dat. Er kwam een kabouter en die was op zoek naar hamburgers met patat. En ik zei, ja, hamburgers met patat. Die heeft Soraya. Weet je wat de kabouter tegen mij zei? Wat zei de kabouter? Dat veel moeilijker ging worden deze challenge nu. Oké. Zo, ik zit vol. Ik niet. Sorry, oké. Het is mijn eten. Oké. Nee, niet oké. Waarom zijn we eigenlijk op zo'n mooie locatie als deze? Voor mooie dingen moet je op mooie locaties zijn. Dat is waar. Vandaag ga je iets heel speciaal nemen. Heel speciaal? Jij? Ik? Ga trouwen. Nee! Ja. Ik bedoel, oké. Oké. Waar, wanneer, hoe, wie, wat, waar? We gaan even moeten rijden. Oké. Het gaat echt heel erg leuk worden. Oké. Heb je er zin in? Oké, toch? Oké. Alles oké. Maar je moet niet zo hyped zijn met mij. Waar komt de ring? Waar wil je hem? Fantastisch. Hij is mooi. Hij is heel mooi. Hij is briljant. Ja. Oké. En van waar komt hij dan? De allergrootste, duurste, meest bizarre juwelier die er op de wereld bestaat. Nee. Voor maar 5 euro. Oké. We zijn er. Maar Soraya, dit is het huis van mijn oma. Bel maar aan. Oké. De gentleman is binnen. Ik heb een challenge gedaan, oma. Ja? Een hele belangrijke challenge. Ja? Ik mocht namelijk alleen maar het woord oké zeggen. Ja? Soraya stelde mij vragen. Ja? Dus ik zei het woord oké. De gentleman is binnen. Oké. Dus Soraya die zei ineens tegen mij, Jon, jij gaat vandaag met iemand trouwen. Nee! Maar ik wist nog niet met wie. Oma, maar kies maar even een lekker taartje uit. Oh jeetje, maar met wie ga je dan trouwen? Nou, ja, dat is dus een beetje een ding. Nou, oma heeft er één uitgekozen, niet die van Soraya gelukkig. Even kijken, want ik ben heel goed voorbereid natuurlijk, zoals altijd. Heb ik niet op. Jawel, ik heb hem wel. Ik ben niet... Nou... Oh, ik heb hem, oké. Oh, Job. Oma, we houden dezelfde achternaam, dat scheelt. En ik ga het je maar gewoon vragen, wil je met me trouwen? Je krijgt er een roos bij en een stukje taart, dus het is een goede deal. Oh, Job, maar dat kan helemaal niet. Oma, ik moest een hele dag oké zeggen, dus dat kan wel. Ja, oké. Hey, oma, hier met dat vingertje. Hoppakee. Oma. Wij kunnen niet samen trouwen. Oma en kleindochter. Wow, wacht even. Oma en wat? Kleindochter. Sorry? Kleindochter. Nee, maar kleindochter. Ja, maar ik ben een jong. Kleindochter. Ja, maar ik geloof toch echt dat ik een jong. Kleindochter. Wat zei je nou? Kleindochter. Ja, dat is goed met jullie, man. Oh. Hij past niet. Jawel, die moet even drukken. Ja, nee. Oh, wacht even. Oma, geef me een high five. En een west side wil ik zien. Trouwen in de buurt. In de buurt. Vijf te scheiden. Zie dat aan. Maar wat jullie niet zagen. Nee, want je kan eigenlijk niet met je familie Maar vind je het oké? Ik zou ontzettend graag jouw vrouw willen zijn. Maar je moet het oké vinden, oma. Ik vind het oké, joh. Is de challenge, man. Ze vinden het oké. Ik vind het oké, maar het is jammer van jouw jeugd, oude vrouw. Zo'n druifje. Ga trouwen. Nee, maar ik dacht van Soraya... Dat is niet oké, want weet je, Soraya is jong en knap. En je kan beter Soraya door het leven gaan. Want weet je, ik ben al oud. Ja, nee, oma, ik wil scheiden. Zeg het maar. Geef de confirmatie maar. Maar vandaag gaan jullie scheiden. Ja, man en vrouw zijn niet meer. Vrouw en man. We zijn ontbonden, oma. Nou, ja, dan jammer dan. Nou, jammer dan. Ik ben er helemaal klaar mee. Ga maar weg. En je was sowieso altijd gemeen en zo. En je kwam altijd te laat thuis. Wegwezen. En nu ga ik met de deuren klappen voor het ultieme effect. Zo, we zijn gescheiden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oké, doei. Doei!